Ja, ik ben in september 2017 ben ik dakloos geraakt. Je kan zeggen van alles hebben tot niks. Door relatieproblemen ben ik dan op straat terechtgekomen. En waardoor de enige optie was om in een dakloos center aan te kloppen voor hulp. Ik was heel erg depressief en ook met angst, want ik dacht, ik ben depressief. Straks gaan ze mijn kinderen afpakken. Dus het was heel zwaar, een hele zware tijd. Ik heb, als ik het zie, als ik terugkijk, ik heb verkeerde keuzes op liefdesvlak gemaakt in mijn leven. Maar ja, soms gebeuren dingen in jouw leven en ik ben dankbaar, ondanks verkeerde keuzes die ik heb gemaakt. Ben ik dankbaar, want ik heb 4 prachtige kinderen. Toen ik in Traverse woonde, ik heb een Afrikaanse gezin heb ik ontmoet daar. En die waren gelovig. En ik was zo wanhopig. Alles was negatief. Ik kon niet slapen. Ik was heel veel aan het piekeren. En die mevrouw die zei altijd tegen me, never give up, sister. Vaak ging ik 's nachts aan de deur kloppen, dat ik niet kan slapen. En toen ging die met mij bidden. En op een dag werd ik geraakt. En ik zei tegen haar, ik wil met jou naar de kerk. En nu dat ik aan het praten ben, dan voel ik gewoon die dag dat het gebeurde. En sindsdien, toen heb ik gezegd dat ik anders wil gaan leven. Dus waardoor ik vanaf dat moment oude patronen ging doorbreken in mijn leven. Dus goede keuzes ging maken. En zo begon ook de balletje te rollen die ik huis kreeg. Waardoor ik mijn leven ging herpakken. Ik begon toen weer te werken. En zo stel ik iedere dag, iedere keer weer nieuwe doelen die ik wil behalen in mijn leven. En zo zeg ik tegen mijn eigen, wat ik wil, zal ik bereiken. En tot nu toe, alles wat ik wil, ben ik aan het bereiken. Soms vraag ik mijn eigen ook, hoe was het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik bepaalde dingen heb toegelaten in mijn leven? Maar ja, het moest gewoon zo gaan, denk ik, om mijn leven te kunnen herpakken. Ik zat in een cirkel, maar nu ben ik uit die cirkel. En dan ben ik dankbaar. Ja, ik heb heel veel dromen. Er zijn dromen die je niet moet uiten. Dus, maar dan horen jullie later wel van Sana.